Wij hebben hier vandaag met elkaar mooie gesprekken gehad. En dat ging vooral over de vragen van welke toekomstige ontwikkelingen ziet u vanuit uw functie voor de gemeente. De overheid draagt heel veel taken aan ons over. De decentralisaties zijn daar een groot voorbeeld van. Maar ook vanuit de samenleving. Hè, de burger heeft toch ook andere verwachtingen van de overheid dan dat het vroeger het geval was. Daar moeten wij als gemeente op kunnen reageren. En dat betekent dat wij ook als gemeentesecretarissen daar een rol in hebben en daar leiding aan moeten geven. Burgers die in allerlei soorten en maten steeds meer vragen en wensen en verlangens hebben, ook steeds zelf actiever worden. De doe-democratie, sociale media die daar dwars doorheen spelen, dat zijn allemaal zaken, ik kan nog een hele batterij meer opnoemen, waar een gemeente in toenemende mate ook mee te maken heeft. Zeker daar waar er decentralisaties aan de orde zijn en de burgers en de gemeente dus nog veel meer dan in het verleden al het geval was, in de frontlinie komt om een aantal zaken met en voor de burger aan te pakken. Burgers die, laten we zeggen, meer zelf zullen doen, meer zelf zullen willen doen, meer zelf weten. En een soort meer aanvullende rol voor gemeenten. Laten we zeggen, dingen die niet individueel te organiseren zijn. En het onderhoud van het openbaar gebied en wat vormen van dienstverlening. Maar de veranderingen zitten, behalve op die terreinen, met name op de andere terreinen. En dan in een wat andere manier van verhouding tussen overheid in het algemeen en burger in het bijzonder. Nou, gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de zorg voor mensen die dat nodig hebben in het algemeen en ook voor het zorgen voor werk waar mensen soms naar op zoek moeten gaan in deze economisch mindere tijden. Je moet van goede huizen komen om dit allemaal te kunnen handelen. Dat vraagt veel van je medewerkers, vraagt veel van hun eigen ontwikkeling en als management, niet alleen voor de gemeentesecretaris, ben je ervoor om dat te faciliteren en ze daarvoor de ruimte te geven. Maar dat is natuurlijk niet alleen voor die medewerkers, dat is ook voor jezelf. Ook als gemeentesecretaris of als vervanger, zoals ik ben, betekent dat ook dat je moet zorgen dat je scherp blijft en dat je blijft ontwikkelen. Dat je met je vakgenoten blijft stoeien en dat je ook je vakgenoten bij andere organisaties blijft opzoeken. Dat houdt je wel scherp, dat is wel, ook wel mooi. De toekomstige rol van de gemeente is er eentje waar je nog intensiever dat contact met die burger zult hebben, omdat een aantal decentralisaties doorgevoerd worden. Die was er altijd natuurlijk al, dat contact met de burger. Niemand kan dat in zijn eentje aanpakken of dingen oplossen. De gemeente niet, dat zul je met veel partijen samen moeten doen. Ieder kan een stukje bijdragen. En in die samenwerking en ieder vanuit zijn eigen bijdrage, daar moeten een aantal van de oplossingen vandaan gaan komen. En dat vergt dus van gemeentes een nog meer nadenken over je eigen rol en positie als actor tussen andere actoren. En dat is ook precies het kenmerk van een netwerksamenleving. Ik denk dat de medewerkers zich steeds meer bewust gaan worden dat de burgerparticipatie, dus de burgers zelf, steeds meer weten wat goed is voor hun. Dat we ook steeds meer een beroep gaan doen op de burgers om dingen op te pakken. En dat betekent gewoon een hele andere denkwijze van het handelen van de ambtelijke organisatie. En voor ons is het natuurlijk spannend van, en hoe doe je dat dan? Hoe laat je dan los wat je altijd als gemeente hebt gedaan? En hoe laat je het ook echt over aan de mensen die daar waarschijnlijk veel meer en veel beter van weten wat goed is voor mensen? De rol van de gemeentesecretaris is daarbij er eentje van zorg dragen dat dit allemaal goed loopt. Die zal ook steeds meer, zelfs steeds kleiner worden. Omdat ambtenaren steeds meer als professionals aan de slag zullen gaan. Daardoor zal de gemeentesecretaris ook steeds meer een terugtrekkende beweging gaan maken. Wij organiseren in Schiedam heel veel kinderopvang. Vandaag mocht ik praten met een aantal gemeentesecretarissen die eigenlijk vroegen van, wat vind je van onze rol en hoe zouden we elkaar wat beter kunnen bevragen op onze taken. We hebben gesproken over de verbanden die de gemeentesecretaris zou kunnen leggen als het gaat over verbindingen. En die verbindingen hebben wij als organisaties goed met elkaar gedaan. En wat we de gemeentesecretaris hebben proberen mee te helpen is hoe hun rol daarin zou kunnen zijn. En dan met name hun rol als directeur van het gemeentelijke apparaat.
gemeenten als lokale overheden staan dicht bij de maatschappij, die kunnen dat ook. En daar moeten ze zich vooral op instellen. En dat betekent dat ook wij vanuit onze beroepsgroep daar zeg maar, de nadruk op moeten leggen. We hebben een lans gebroken voor het verminderen van de hoeveelheid regels die de gemeentes, waar de gemeentes mee worstelen en waar wij ook mee worstelen. En vooral gezegd dat de gemeente moet helpen om de samenwerking in de stad Schiedam en ook in alle andere steden in Nederland, om die nog beter te krijgen dan dat die al is. Nou, dit vind ik een prima initiatief om zelf als vereniging van gemeentesecretarissen op de werkvloer eens te gaan kijken. Of in ieder geval in de steden eens te gaan kijken. Dus contact hebben met je omgeving als gemeentesecretaris ook. Niet alleen met je eigen organisatie, maar met alle spelers in het veld. Is eigenlijk een constatering die we hebben gedaan. Is ook voor de gemeentesecretaris zelf heel belangrijk. Dus buiten komen. Dat we veel meer samen moeten werken met organisaties in de maatschappij, met burgers. Dat het niet meer de overheid is die over anderen beslist, maar de overheid die samen met anderen beslist. En dan kan je ook de vernieuwing gaan ontdekken tussen bijvoorbeeld het wijkcentrum, dat best ook iets kan doen voor die oudere mevrouw. Vernieuwingen en verbindingen die nu nog niet zo goed gelegd worden. Ja, de veranderingen gaan snel en zijn ingrijpend. Dus gemeenten dragen en gemeentesecretarissen dragen een enorme verantwoordelijkheid om dat goed te doen. Schiedam doet hetzelfde met Schiedams doen. Wij voeren als ambtenaren zijnde gesprekken in de stad. Om direct met de burgers in contact te komen met allerlei thema's. Jongeren, ouderen, je kent het allemaal wel. Dus ik vind het een prima initiatief.